een zonnige ochtend ga ik op bezoek bij Elmers, een lunchroom in de Ebbingenstraat. Elmers is echt een familiebedrijf. Het wordt gerund door moeder Monique, dochter Lotte en zoon Elmer. Elmer heeft het syndroom van Down en heeft altijd al een passie gehad voor werken in de horeca. De lunchroom biedt hem, maar ook andere collega's met een verstandelijke beperking, de mogelijkheid om werkzaam te zijn in de horeca. Ik kom er zelf regelmatig lunchen. Het is een gezellig familiebedrijf, waar een goede sfeer heerst en waar je lekker kan eten. Dat het daarnaast ook een werk- en leertraject is, vind ik een interessant gegeven. Hey, hallo. Hallo, goedemorgen. Hi, ik ben Elmer. Dag Elmer, ik ben Margriet. Ja, hartelijk welkom bij Elmers. Dank je wel. En ik voel ontzettend leuk dat ik jou mag volgen vandaag. Ja, natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Oké. Nou, je bent moeder van Elmer. Elmers is naast de lunchroom bieden jullie ook een integratietraject. Kun je daar iets meer over vertellen hoe dat ontstaan is? Elmer is de jongste van onze drie kinderen. En toen Elmer geboren werd, toen was vrij snel duidelijk dat hij het syndroom van Down heeft. En nou, toen hebben wij gezegd van Elmer is ons kindje en we gaan voor hem doen wat we kunnen. Dat hebben we gedaan. Dus we hebben steeds geprobeerd om zoveel mogelijk te activeren en zoveel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. En op een gegeven moment kreeg hij de basisschoolleeftijd. En toen is hij ook naar de basisschool in het eigen dorp gegaan. Toen ging Elmer naar het ZML-onderwijs. En vanaf het ZML-onderwijs heeft hij een combinatie gemaakt met het Park Spelderholt, een ontwikkelingsinstituut in Apeldoorn. Omdat inmiddels duidelijk was dat hij ook affiniteit met de horeca had. Ja, Elmer, wat mij ook opvalt, dat je zo mooi gekleed bent. Ja, klopt. Dank je. En mooi, mooi netjes geschoren. Ja, klopt. Dank je. Dat doe je ook elke dag. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Netjes hoor. Ja. En ik zie je ook non-stop lachen. Ja, inderdaad. Je wordt nu helemaal blij van je werk. Ja, inderdaad. En het is ook gezellig volgens mij, hè? Met het hele team. Ja, heel gezellig. Met hoeveel werken jullie hier? Ik heb gehoord om werken met 8 mensen of zo. Met 8? Ja, er werken 8 mensen hier. En dan is het natuurlijk heel hard werken, maar volgens mij ook wel eens af en toe een dolletje. Nou, ik heb ook een dolletje, maar niet te vaak. Maar gewoon echt een beetje serieus gewoon aan het werk. Wat goed. Nou, ik zal je niet langer van het werk afhouden. Nee, omdat hij die affiniteit had met de horeca en wij steeds in hadden gezet op integratie, dat meedoen in de maatschappij, zeiden we van nou dan gaan we zelf wat starten. Dus ik ben al mijn diploma's gaan halen voor de horeca. En Lotte, zijn zus, die zat op de hotelschool. En die zei op een gegeven moment van maar ik wil er wel aan meedoen. Nou, toen hebben we echt 100 keer gezegd van weet je dat wel zeker, want Elmer is je broertje en je hebt ook je eigen leven. Maar Lotte zei, nee, dat lijkt me leuk. Dus toen zijn we samen een plek gaan zoeken om dat op te zetten wat we voor ogen hadden. Ja, dat was een heel mooi traject. Lotte, jij bent de zus van Elmer. Je bent samen met je broer en je moeder deze lunchroom begonnen. Was dat voor jou meteen duidelijk? Mijn moeder die vroeg dat een aantal jaren geleden. En ik moest er natuurlijk wel even over nadenken, maar ik was ook gelijk heel enthousiast. Wat is jouw rol hier specifiek? Ik ben op de werkvloer en ik begeleid onze deelnemers. En ik doe ook de administratie eromheen, de roosters maken, dus eigenlijk alles. Dat is toch ook wel heel veel begeleiden, dat je ook wel eens hebt gedacht van hey, ik zou eigenlijk ook wel eens in een bedrijf gewoon echt mijn eigen dingetje willen doen, dat ik niet heel veel bezig ben met anderen begeleiden. Nee, want ik heb eigenlijk toen tijdens de hotelschool heb ik mijn stages gedaan en ook daarna in het binnen- en buitenland gewerkt in de horeca. Waardoor ik al heel veel ervaring had opgedaan en toen eigenlijk al veel voor mezelf werkte. En nu was het echt de kans om dat over te gaan brengen op anderen. En dat is wel wat het leuk maakt. Elke dag is gewoon heel anders. Het is heel mooi om te zien door de jaren heen.
wat ze allemaal leren, dat ze echt vooruit komen. En soms is het een heel project om van niks naar iets toe te komen. En dat is heel leuk om te zien. En als dan iets gelukt is, dat ze zelf ook allemaal heel enthousiast zijn. En ja, dat geeft voldoening. Ja. Het is tijd voor een nadere kennismaking met Elmer. Hij is dol op cappuccino en cappuccino's maken en wil mij dat graag leren. Elmer, leer mij eens hoe je echt een perfecte cappuccino kan maken. Ja, natuurlijk. Begin, kijk, deze volle melk. Ja. Dan pak ik kan. Dus je kan het goed voelen. Wow, dat wordt heet. Oh. Sorry. Er komt nog heel wat bij kijken, een cappuccino maken. Wat me opvalt is hoe leuk Elmer het vindt en hoe serieus hij het neemt. Ja, zo. Is het klaar? Ja. En kun je ook vormpjes maken? Ja, ik kan ook vormpjes maken en ook hartje. Oh, een hartje? Ja. Doe jij. Ik hoop dat ik goed heb opgelet, Elmer. Goed, als de buik kan je even kopen. We beginnen met de volle melk. Ja. Van Elmer leer ik, voor het eerst van mijn leven, hoe ik een fatsoenlijke cappuccino moet maken. Ja. Je hebt een perfect goede cappuccino. Oh, dan moet je hem eigenlijk wel even proeven, of het echt wel zo is. Ja, ja. En natuurlijk moet zo'n lekker kopje koffie ook netjes geserveerd worden. Nou meneer, een cappuccino voor u. Heerlijk. Cappuccino. Alsjeblieft. Ja, helemaal goed. En een water. Ja. En witte suiker en bruine suiker. Ja. Alsjeblieft. Dat doet u goed. Dank u wel. En nu mag je eerlijk zeggen wat je ervan vindt. Nee, ik ga even, even proeven. Concentreren. Oké. Ja, je hebt een goede cappuccino. High five! Ons idee was, wij willen graag dat we een plek hebben waar onze gasten zich prettig voelen, waar ze zich welkom voelen, waar het eten goed is, waar ze op een goede manier geserveerd worden. Maar als mensen hier dan komen, toevallig komen ze dan iemand met een verstandelijke beperking tegen. Het betekent dus ook dat wij personeel hebben wat het overzicht moet houden in de zaak. Want wij willen graag dat als onze gasten komen, dat ze op tijd geholpen worden. Dus ons personeel moet dat in het oog hebben. Maar daartussendoor doen onze deelnemers, zoals we onze mensen noemen die we begeleiden, doen hun dingen in hun eigen ritme. En ieder op zijn eigen niveau. En hoe reageren de gasten daarop? Goed, ja. Het is eigenlijk altijd gezellig en we doen gewoon waar gewoon kan, anders waar anders moet. En wij proberen onze deelnemers ook het vak te leren. En daarom zijn we op maandag ook gesloten. Dan zijn alle deelnemers aanwezig die normaal verspreid over de week aanwezig zijn. En dan gaan we met elkaar dingen oefenen. Serveren, maar ook hele andere dingen. We hebben taarten met allerlei soorten bessen. Nou, waar komen die bessen vandaan? Nou, dan gaan we dus met elkaar naar een kwekerij en dan gaan we bessen plukken met elkaar. Zo proberen we dus ook die kennis uit te breiden aan alle kanten. Tegen de middag loopt de lunchroom aardig vol. Er moet dus hard gewerkt worden. Elmer en zijn collega's hebben het er maar druk mee. Hij heeft er duidelijk plezier in en hij voelt zich in de zaak als een vis in het water. Oh, kijk eens, Luc. Deze broodje gaat er af. Dat ziet er lekker uit. Lief. Nee, nou, geniet ervan, het is makkelijk. Oké.
Dankjewel. Alsjeblieft. Ik vraag me af in hoeverre Elmer zich ook anders voelt. Ja. Ik ben niet anders. Nee. Nee, je voelt gewoon dat je gewoon net als iedereen... Gewoon iedereen heeft ook gevoeld. Ja, mij ook zo. Ja. En op de basisschool wist jij al dat jij een eigen lunchroom wilde beginnen? Ik wist gewoon heel graag, door graag mijn eigen zaak beginnen. Je eigen zaak? Ja. Wat vind je daar zo leuk aan? Dat vind ik gewoon leuk. Dat vind ik gewoon leuk van alles. Dat je gewoon alles kan doen? Ja. Heel veel koffie maken, heel veel koffie maken van alles, de drankjes. Ja. Ook leuk, helemaal van gebakjes. Terug in een bonnetje. Elmer heeft helemaal gelijk. Ieder mens heeft gevoelens. Dat geldt ook voor hem. En iedereen is even gelijk of ongelijk. Ik vind dat een mooie gedachte. Ik kan natuurlijk niet de hele dag in een lunchroom rondlopen zonder iets te eten. Elmer is dol op taart. En natuurlijk lust ik dat ook wel. Ja, oh, lekker. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Oh, dat is lekker. Dat hij het naar zijn zin heeft in de lunchroom is wel duidelijk. Maar waar droomt hij nog meer van? Jullie zitten hier natuurlijk al 3 jaar. Ja, klopt. En, maar wat zou je nog heel graag willen? Ik wil toch graag trouwen. Wil jij trouwen? Ja. Wil jij trouwen? Heb jij een vriendinnetje dan? Ja, ik heb ook heel graag willen. En mijn rijbewijs en een auto rijden. Dus je hebt grootse plannen? Ja. Nee, maar leuk joh. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, Elmer. Ja. Bedankt dat het lekker was. Vond ik ook. Ja. Dankjewel. En tot de volgende keer. Doei doei. Dag Elmer. Wat een leuke jongen die Elmer. Mooi dat ik hier een dagje deel van uit heb mogen maken. En... het is vast niet de laatste keer dat ik hier een taartje heb gegeten.